welkom weer bij een nieuwe video vanuit Valencia. Ik krijg regelmatig de vraag hoe je het beste van het vliegveld naar het centrum van Valencia kunt komen. En daarom heb ik besloten daar een video over te maken en de verschillende opties even uit te leggen. Je kunt of met de taxi gaan of je kunt met de metro gaan. Als je met de taxi gaat, dan kost het 20 euro om naar het centrum te gaan. En als je naar het strand moet, zeg maar, dan is het 23 euro. Maar het is een vast tarief. Dus het gaat zonder de meter, het is echt gewoon een vast tarief. Let wel op, want soms vragen ze meer voor koffers of extra personen. En dat is niet waar, het is echt een vast tarief. Dus laat je niet oplichten hoor. Taxi naar Valencia, anyone? Ga je met de metro, dan kun je bij de automaat een kaartje kopen. Je betaalt ook voor het kaartje zelf 1 euro. Dus als je met meerdere personen bent, deel dan dit kaartje. Je kunt er met maximaal 4 personen tegelijk gebruik van maken. Het kaartje kun je ook opnieuw opladen. De automaat heeft ook de optie Engels. Het is wel zo handig en duidelijk. De metro van het vliegveld naar de stad is zone A, B, C en D. En meestal gebruik je als toerist in de stad de rest van je verblijf alleen zone A. Hiervoor is een 10-rittenkaart 7,20 euro. Een enkeltje van het vliegveld kost 3,90 euro en 10 ritten kost 20 euro. Dus ben je met 4 personen, dan is het goedkoper om een 10-rittenkaart te kopen in plaats van 8 losse kaartjes. Er gaan 2 metrolijnen van het vliegveld naar het centrum, dus je kunt je niet vergissen, want je kunt ze allebei pakken. Maar ze gaan allebei naar Colón of Chatiba. En dat zijn de haltes waar je normaal gesproken naartoe zou moeten als je naar het centrum wilt. Ik hoop dat deze video je helpt bij een fijne start in Valencia. Laat het mij weten en like de video. En als je nog vragen hebt, laat een reactie achter. Ik beantwoord ze heel graag en hoor graag van jullie. Nou, wie weet, tot ziens in Valencia. Doeg!